Het is gewoon spannend om zo kwetsbaar te zijn, weet je wel. Het is best wel spannend om bijvoorbeeld voor een heel volle zaal te gaan zingen. En iets te zingen waar je al heel lang mee bezighoudt of zo. En ik denk dat het ook heel fijn is om soort van dat wel te kunnen doen, maar via een soort andere weg. Waarin jij niet centraal staat, maar de muziek. Het maakt me dus niet heel erg uit of iemand anders op het stage staat dan ik, weet je wel. Ik hoef niet per se die shine te hebben, maar mijn goal is gewoon om zoveel mogelijk mensen te voeden met die muziek. Ik ben nu bezig met een samenwerking met Blue City en Motor Mosaic. En daarbij ga ik eigenlijk grondstoffen onderzoeken die ze hier gebruiken om circulaire processen om te vormen eigenlijk. En als ik het soort van muzikaal moet zien, is dat ze eigenlijk de natuur gewoon samplen. Dus ze pakken gewoon iets wat er al is, of vergaan is, en dan maken ze iets nieuws mee. En dat is eigenlijk wel, daarom voel ik deze samenwerking heel erg, dat ik dat ook een beetje met muziek doe. Zeg maar dat ik gewoon alles wat ik heb meegemaakt muzikaal, dus van die klassieke shit tot aan beats in de club, pak en daar iets nieuws mee doe. Hoe kan je iets dat die emotie geven van een viool die strijkt en waarbij iedereen zou kunnen huilen, maar dan met de synthesizer. Iets harder pompen. In de basis was het altijd, daarom was ik ook altijd op zoek naar meer om te leren, is het ook een beetje dat ik me gewoon heel erg wilde ontwikkelen tot een op zeker punt dat ik wist van oké, nu ben ik ready of zo. En daarom wilde ik al die dingen masteren van hoe maak je een hip-hop beat, hoe maak je een klassiek stuk en hoe kan je dat ook op platmuziek doen en soort van al die dingen wilde ik gewoon masteren voordat ik ready ben. En nu heb ik het gevoel dat ik ready ben, alleen nu moet nog zeg maar mijn persoonlijkheid er wat meer in. Dus nu kan ik eigenlijk meer gaan nadenken over mezelf in plaats van wat ik allemaal kan ermee ofzo.